oranje neus van het vliegtuig arriveert prinses Beatrix op Curaçao International Airport. Op het vliegveld, vlak buiten Willemstad, wordt ze opgewacht door gouverneur Lisiel George Wout en minister-president Gilmar Pisas. De eerste volle dag van het werkbezoek van prinses Beatrix aan Curaçao staat volledig in het teken van de natuur op het eiland en hoe de mens daarmee omgaat. De prinses begint haar volgende dag met het volgen van een lesje natuurbehoud op een basisschool. Ik heb ook een papegaai, maar hij krijgt een rood staan. Maar die kan niet op mijn schouder zitten. Dan krijg je de oren. Ja, ze proberen het met een oorbel. Dus normaal heb ik geen oorbel in. Hij kijkt zo heel hebberig. Samen met kinderen uit groep 8 krijgt Beatrix les over menselijk gedrag dat schadelijk kan zijn voor dieren. Daarbij komt een bekende flamingo voorbij, Bob. Het dier kreeg grote bekendheid nadat het hoofdonderwerp was van een winnende World Press fotoserie. Helaas kan Bob door het letsel dat hij opliep in gevangenschap nooit meer de natuur in. Vervolgens bezoekt de prinses een laboratorium waar koraallarven worden gekweekt. De beestjes kunnen bijdragen aan de groei van koraal. Voor de kweek van de larven worden eitjes en sperma in zee opgevangen en vervolgens in het laboratorium bij elkaar gebracht. Prinses Beatrix krijgt uitleg over dit proces. En wat die beesten dan nodig hebben, is specifieke ondergrondjes. Dus dat zijn bijvoorbeeld aan het kijken van wat hebben ze van nature nodig. Ondergrondjes, bacteriën, om ze dan zo de biologie van die dingen... Op welke diepte zitten deze korallen? Deze op een meter of 10 ongeveer. Ook bezoekt de prinses een coronateststraat. Daar praat ze met hulpverleners over het inplannen en uitvoeren van de testen, verwerken van uitslagen, bron- en contactonderzoek en de distributie van beschermingsmaterialen voor zorginstellingen bij uitbraken. Maar dan moeten ze zichzelf melden, als ze geen oren hebben, kunnen ze aankomen. De prinses vertelt dat ze haar derde vaccinatie, de zogenoemde boosterprik, al heeft gekregen. Een groepsfoto kan, maar wel op aanwijzingen van de prinses. Ze gaat in het blauw-wit de bus in en komt er in het rood weer uit. In het Renaissance Hotel in Willemstad bezoekt prinses Beatrix een bijeenkomst over natuureducatie voor kinderen. Op Curaçao geldt niet de regel van 1,5 meter, maar van 2 meter. Toch is dit niet altijd haalbaar. De prinses, die hier veelal nog koningin wordt genoemd, is razend populair op de Cariben. Heel mooi. Ik hoop dat jullie ook de foto's krijgen.
daarvoor gezorgd. Daar gaat u voor zorgen. Dat gaat ik graag van de kant. Een mens. Dat is een mens. Zo, fantastisch. Oké. Hele goede groep. Leuk dat u aanzet. Ja, mooie winkels. Mooie video. Ja, dank jullie wel. Dank u. Het is avond en het is feest. De DCNA, de Nederlands-Caribische Natuuralliantie, bestaat 25 jaar en dat wordt vanavond gevierd. Your Excellency, ladies and gentlemen, both Herman and I are delighted to welcome you all this evening at the Governor's Palace in Willemstad. I call it always the Willemstad. It is an honor and great pleasure to host this reception on the occasion of the Convention of the Dutch Caribbean Nature Alliance 2021. Especially because we can welcome you, Your Royal Highness, as patroness of the DCNA. You carry warm feelings for the Caribbean, for the Caribbean islands of our kingdom, and that feeling is nature. Thank you.